De derde wet van Newton, dat is ook wat. Want kijk, de eerste wet, die weten we. Dat is de traagheid. Als er geen snelheidsverandering is, dan is er ook geen kracht. Of geen kracht, geen snelheidsverandering. De tweede wet van Newton is een hele mooie natuurlijk. Hè? F is m keer a. Mooie formule. En nu dus de derde wet. Daar gaan we het over hebben. Oftewel, we gaan starten. We starten met een bol op een helling. Die gaat natuurlijk rollen, maar waarom rolt hij naar beneden toe? Omdat er kracht toe werkt. Dat is natuurlijk de zwaartekracht. Maar de zwaartekracht is loodrecht naar beneden toe. Maar we gaan ontbinden, namelijk in een component loodrecht op de helling en een component evenwijdig aan de helling. En die kracht evenwijdig aan de helling, die zorgt ervoor dat hij gaat bewegen, dat hij gaat versnellen. En dat is dus die tweede wet van Newton. Hè? Hij krijgt een versnelling, waarom? Omdat er een kracht op werkt. Nou, goed. We laten hem eventjes rollen en hop, daar gaat hij. En je ziet, hij versnelt, maar op het horizontale vlak gaat hij met een constante snelheid. Constante snelheid, oftewel de eerste wet van Newton. Want ja, er is op de horizontale vlak geen kracht, dus is er ook geen versnelling. Goed, we gaan verder. Stel je voor, we doen er een tweede bal bij. Wat gebeurt er nou als de ene bal tegen een andere bal aanbotst? En we doen twee precies dezelfde bollen. Nou, pink en poink. Oftewel, het was even vertraagd natuurlijk. Maar de ene bal stopt en de andere bal die krijgt de snelheid van de ene bal als er geen wrijving is natuurlijk. Goed, nu doen we het nog een keer. Maar, let op, gebeurt niet vaak, maar nu wel. We maken dat de eerste bal onzichtbaar is. Hij is er wel, maar hij is onzichtbaar. Je ziet hem nauwelijks. Wat gebeurt er dan? Nou, let op. Ja, en plotseling zie je een bol bewegen zonder dat er ook maar iets gebeurt, schijnbaar. Er is maar één verklaring. Namelijk, als de tweede bol plotseling beweegt, dan moet er een kracht op werken. Kortom, er is een kracht op de bol, in dit geval naar rechts toe. Goed, onthouden. We gaan het nog een keer doen, maar nu wordt de tweede bal onzichtbaar. Wat zie je dan gebeuren? Nou, de bal gaat bewegen en plotseling, schijnbaar, zonder iets erbij, stopt de bal. En dat kan maar op één manier verklaard worden, namelijk dat er een kracht op die bal de andere kant op moet werken. Oftewel, een kracht naar rechts, een kracht naar links, een kracht op de ene bal, een kracht op de andere bal. Oftewel, de derde wet van Newton. Want de derde wet van Newton zegt van, oefent bal A een kracht uit op bal B, dan zal B een even grote, maar tegengestelde kracht uitoefenen op bal A. Derde wet van Newton. Let op. Beide krachten die horen wel bij elkaar. Ze komen altijd met z'n tweeën voor. En beide krachten moeten op twee verschillende voorwerpen werken. Oftewel, die twee krachten kunnen elkaar dus nooit opheffen. Belangrijk, actie en reactiekracht heffen elkaar nooit op. We gaan eventjes bekijken wat er gebeurt met het appeltje in de boom. De aarde die trekt aan de appel. Dat is de zwaartekracht. Maar betekent dat de aarde trekt aan de appel. Dus, derde wet van Newton, de appel trekt ook aan de aarde. Hoe groot is die kracht? Nou, derde wet van Newton die is dus even groot, maar tegengesteld. Ja, dus die krachten zijn even groot. Die appel die kan natuurlijk vallen
En ook hier, let goed op wat er gebeurt. Ja, de appel valt omlaag. En de aarde, die gaat omhoog. Want ja, de appel valt naar beneden toe omdat de aarde aantrekt. Maar de aarde gaat dus omhoog omdat de appel aantrekt. Normaal zie je dat natuurlijk niet. Ja, dat is mooi van deze presentatie. Je ziet dingen die je anders nooit ziet. Maar in het echt, kijk, de appel, die kun je natuurlijk berekenen, de versnelling. En dat is natuurlijk gewoon de valversnelling. Maar de versnelling van de aarde, die is natuurlijk ontzettend klein. Omdat de massa van de aarde ontzettend groot is. Ja, dus de versnelling van de aarde, die is eigenlijk totaal niet te meten. Omdat de massa van de aarde te groot is. Maar hier geldt wel nog steeds de derde wet van Newton. En waar het ook geldt is deze situatie. Je staat op tafel, mag eigenlijk niet, maar vooruit. Hè, voor natuurkunde mag het wel. En je ziet de zwaartekracht trekt aan de persoon. En daardoor zal de normaalkracht ontstaan. En normaalkracht, hè, die duwt de persoon omhoog. Is dit de derde wet van Newton? Oftewel, zijn dit twee krachtenparen? En het antwoord is, wat denk je? Nee, niet. Waarom niet? Omdat de zwaartekracht, die werkt op de persoon. En de normaalkracht werkt ook op die persoon. De andere kant op, ze zijn even groot, tegengesteld, maar op hetzelfde lichaam. Dus is het niet een kwestie van de derde wet van Newton. De derde wet van Newton is hier wel natuurlijk aanwezig. Want, ja kijk, de normaalkracht die duwt de persoon omhoog. De normaalkracht is de kracht van de tafel op de persoon. En dus zal de persoon ook een kracht uitoefenen, even groot, maar tegengesteld op de tafel. Ja, dus normaalkracht op de persoon. De persoon een even grote, maar tegengestelde kracht op de tafel. Dat is deze. En die kracht, ja, dus de persoon die wordt in feite tegen de tafel aangeduwd. En daardoor krijg je natuurlijk dat hij een kracht uitoefent op de tafel. Dat noemen we gewicht. Gewicht is dus de kracht van de persoon op de tafel. Oftewel, gewicht is een kracht. En niet iets in kilogram, want dat is massa. De eenheid van gewicht hoort dan ook Newton te wezen. In spraakgebruik zou je natuurlijk gewicht gewoon een kilogram doen, maar officieel mag het niet. En dat is ook het geval in een lift. Stel je voor, je staat in een lift, niet zo spannend, want de lift staat stil, of althans, hij gaat in ieder geval constant omhoog, iets dergelijks. Dat betekent dus zwaartekracht op de persoon naar beneden toe. Maar snelheid is nul of constant, betekent dus dat de resulterende kracht nul moet zijn. Oftewel, de normaalkracht die op de persoon werkt, die is even groot als de zwaartekracht. Maar die twee heffen elkaar dan op. Anders is het als de lift versneld omhoog gaat. Ja, dus hij staat stil en op het moment gaat hij omhoog. Een versnelling omhoog. Nou, dan krijg je dus zwaartekracht naar beneden toe, maar hij gaat versneld omhoog. Betekent dus dat er een resulterende kracht omhoog moet wezen. Oftewel, de normaalkracht is hier groter dan de zwaartekracht. Want dan heb je dus dat er een kracht omhoog overblijft. Normaalkracht is groter dan de zwaartekracht. Betekent dus dat het gewicht naar beneden toe groter is. Ja, normale kracht wordt groter, actie is reactie, gewicht wordt ook groter. Dus een lift die versneld omhoog gaat, betekent dat het gewicht toeneemt. En omgekeerd, als de lift versneld naar beneden gaat, en dat is bijvoorbeeld ook zo dat als hij plotseling afremt, dat betekent dus een versnelling naar beneden toe, oftewel er moet de kracht naar beneden toe overblijven. En dat betekent dus dat de normale kracht kleiner wordt dan de zwaartekracht. En dat betekent dus actie is reactie, dat de reactiekracht ook kleiner is, oftewel het gewicht zal afnemen. Een extreem voorbeeld hierbij
is dat je bijvoorbeeld een knaapje het koordje eventjes doorknipt. Ja, dan gaat de lift tegelijk met jou naar beneden toe. Betekent dus dat er geen echt contact is tussen jou en het vloeroppervlak. Oftewel, je hebt geen gewicht. Je bent gewichtloos. Nou, duurt natuurlijk niet tot in de eeuwigheid. Want als je neerkomt, tja, dan is toch echt wel het einde, ben ik bang. En dat is trouwens ook dit presentatie weer. Je wordt bedankt voor het luisteren en wellicht tot een volgende keer.